zich vaag, maar ze heeft hem afgezet en is direct weer in slaap gevallen. Ze schrikt wakker van het doordringende geluid van de telefoon. Het is 9:30 en ze moet diep nadenken over welke dag het vandaag is. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lopen allemaal door elkaar heen. Als ze halverwege de trap is, hoort ze dat er wordt ingesproken. Mijn dertier, waar ben je? Ik maak me een beetje zorgen. Snel terug, ze neemt op. Ik geloof dat ik me verslapen heb. Ook goedemorgen, ben je soms aan de boemel geweest? Ze moet een ogenblik goed nadenken voordat ze antwoord geeft. Gaat het wel goed met je, Emma? Wil je nog een dagje thuis blijven? Opeens zitten de tranen hoog. Ik weet het niet, antwoordt ze. En ze kan haar stem nauwelijks in bedwang houden. Ga nog een uurtje slapen, raadt mijn desnoods kom je alleen vanmiddag een paar uurtjes administratie doen. Maar dat kan volgende week ook. Denk nu maar eerst aan jezelf. Ik denk dat je dat nodig hebt. Ik zou vanmiddag een beoordelingsgesprek hebben met een van de stagiaires. Daar rekent ze op. Ze zal heus wel begrijpen dat dit moet worden uitgesteld. Maak je daar maar niet druk om. Eerst aan jezelf denken. Ik kom voor dat gesprek. Voor dat meisje en haar Theo. Die docenten komt ook. Nee, ik kom. Ik ga douchen en rustig wakker worden en dan zie je me wel verschijnen. Ik wil helemaal niet de hele dag thuis zijn. Kijk maar wat je doet, maar denk eerst aan jezelf, waarschuwt mijn er nog eens. Ze staat zonder gedachten onder de douche en zoekt ook gedachteloos de kleren uit die ze wil dragen. De zwarte lange rok met jasje van Chinese zijde. Ze kiest er de nieuwe zwarte korte laarsjes bij die ze enkele weken geleden in de opruiming heeft gevonden. Het is een beetje chic voor hun gewone dag, maar Emma wil er vandaag eens heel mooi uitzien. Ik ga er voortaan alleen nog maar heel mooi uitzien, neemt ze zich voor. Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven. Het is lente. Als ze in de keuken een kop thee zit te drinken, gaat de bel. Tot haar verbazing staat haar moeder voor de deur. Je was nog niet op je werk, ze wisten niet waar je bleef. Ik maakte me ongerust. Iedereen maakt zich vandaag ongerust over me, maar er is helemaal niets aan de hand. Wat zie je er prachtig uit, heb je iets te vieren? Het leven is een feest, moet je maar denken, glimlacht Emma. Je zegt het, dat gevoel heb ik dus momenteel totaal niet. Het is je zusje gisteren helemaal in de bol geslagen. Ze heeft haar haren afgeknipt. Wat zeg ik, afgeknipt? Ze heeft zich gewoon laten mishandelen. Ze lijkt totaal niet meer op de echte Steffi. Ik schrok mijn ongeluk toen ik haar zag. Isha herkende haar eigen moeder niet. Die begon acuut te krijsen. Emma zwijgt. Ik ga vandaag eens heel ernstig met haar praten. Dit gaat niet goed, ze is in de war en ze heeft ze volgens mij niet meer allemaal op een rijtje. Ze drinkt ook veel, ik hoor het steeds aan haar stem. En dan met dat kind, ik krijg er nachtmerries van. Maar met jou is er niets aan de hand, zeg je. Dus je hebt je verslapen. Dat kun je wel zeggen, ik schrok pas om 9:30 wakker. Meindert belde me, anders had ik nu nog in coma gelegen. Nou ja, ik werk tenslotte vaak genoeg over. Zit je toch niet altijd zo te verontschuldigen als er eens iets niet gaat zoals het zou moeten? Ieder mens verslaapt zich wel eens een keer, daar word je toch niet voor ontslagen. Haar moeder pakt Emma even bij haar elleboog vast. Zo'n verschil tussen twee kinderen van dezelfde ouders, mompelt ze. Je vraagt je af of ooit mogelijk is. Steffi is gisteren avond naar de reunie van jullie school gegaan. Ze zou vanmorgen bellen om af te spreken. Hoe laat ze Isha weer komt ophalen, maar ik heb nog niks van haar gehoord. Het zal wel laat geworden zijn, denk ik. Emma loopt naar het raam. Ze ziet dat de grote gele vuilniswagen haar zwarte bak nadert, die netjes klaar staat op de juiste plaats. Tegenwoordig gaat het allemaal automatisch. In principe komt
stilte. Ik zou er niet aan moeten denken om zo afgelegen te wonen. Emma draait zich om. Hier te gaan wonen was het beste besluit wat ik ooit heb genomen. Ik word juist stapelgek van buren die zitten te loeren wat ik doe of hoe laat ik thuis kom. Wacht even, ik haal de vuilnisbak weer binnen. Ze loopt snel naar buiten en pakt de zwarte bak. Hij voelt helemaal leeg. Deel 2. Als Emma weer binnenkomt, staat haar moeder op. Ik ga naar huis. Pa zal niet weten waar ik blijf. Als Steffi om 11 uur niet is komen opdagen, ga ik haar halen. Ze is niet thuis. Hoe bedoel je? Ik bedoel wat ik zeg. Je hoort me toch. Ze is niet thuis. Waar is ze dan? Hoe heet jij dat? Ze heeft een nieuw vriendje, Edo, dokter van Heemskerk. Daar ga jij toch mee? Emma zucht diep. Maar ik zeg het nog één keer. Ik ben wel eens met hem uit eten geweest. Verder niets. Haar maagspieren trekken zich pijnlijk samen. Ze negeert de kramp. Ze stond hier gisteravond laat voor de deur. Ze was op weg naar zijn huis, maar haar tank was leeg. Ik heb haar bij hem afgezet. Haar auto staat verderop. Ze gaat jullie vast wel bellen als ze haar hoes heeft uitgeslapen. Ze had hem behoorlijk zitten gisteravond. En dan stapt ze dus gewoon in de auto. Haar moeder snuift verontwaardigd. Ik zei het al, het gaat helemaal niet goed met haar. Ze drinkt te veel. En nu komt dit er ook nog bij. Straks gaat ze dronken achter het stuur zitten met het kind achterin. Je moet er toch niet aan denken. Ze beweerde dat ze wel verantwoordelijkheidsgevoel had als het haar kind betreft. Heb je met haar gepraat dan? Is het weer goed tussen jullie? Emma voelt dat ze boos wordt. Het komt nooit meer goed tussen ons, snauwt ze. Hou eens op met die hoopvolle vragen. Hoe vaak moet ik het je nog vertellen dat mijn zusje dood voor me is? Zeg toch niet van zulke vreselijke dingen, protesteert haar moeder. Je kunt zo hard zijn, Emma. Zo ontzettend hard. Bijna genadeloos. Je reageert altijd zo primair. Je komt nooit op je eerste reactie terug. Wat is er mis met vergeven? Het zou je sieren dat je daar eens moeite voor ging doen. Emma moet zich beheersen om haar moeder niet vast te grijpen en de deur uit te smijten. De woede raast door haar hoofd en verdringt iedere vorm van helder denken. Ze grijpt een stoelleuning vast. Ga naar huis, zegt ze met een lage stem. Je hitsige dochter komt vanzelf weer boven water. Ik ben al weg, maar volgens mij was er tussen die dokter en jou veel meer aan de hand dan jij wilt toegeven. Ik zie het aan je ogen, je bent verliefd op die man. Je ogen zeggen het me, ik ken je toch. Ze loopt naar de deur. Dat kleine loeter loopt je weer voor de voeten. Ze kan het niet laten. Ik praat wel met haar, ze is getrouwd. En als ze dat niet was, zou die dokter toch beter bij jou passen. Laat mij het maar regelen. Emma kijkt naar de keukendeur. Ze moet haar moeder op dit moment niet zien. Ze weet dat ze zich dan misschien niet zou kunnen inhouden. Ik heb niets met die dokter en ik wil ook niets met hem beginnen. Perste ze uit haar keel. Er valt dus niets te regelen. Maar haar moeder is al weg. Deel 3. Hij staat achter haar. Ze heeft een van de stagiaires instructies over de manier waarop je controleert of een nieuw medicijn van een patiënt wel matcht met de medicijnen die de patiënt al gebruikt. Ze doet of ze hem niet opmerkt en gaat niet in op de seinende blik die de stagiaire haar toewerpt. Als het meisje terugloopt naar de toonbank, draait ze zich om. Hoi, zegt hij. Hoi, hoe gaat het? Goed, ik moet je iets vertellen. Waarover? Er is iets gebeurd. Ik was erbij, ik kan ermee leven, maar jij blijkbaar niet. Ik heb het niet over Johnny, dat was goed. Ik heb gisteren iemand ontmoet. Het ligt allemaal nogal ingewikkeld. Ik had het niet over Johnny, ik had het over ons, wat er tussen ons gebeurd is. Daar heb ik geen moeite mee, maar het is me wel duidelijk hoe het bij jou zit. Wat is jou precies duidelijk, Emma? Ze staat nu heel dicht bij hem. Ze zou de woorden het liefst in zijn gezicht willen spugen. Maar ze beheerst zich. Het is mij duidelijk dat jij pakt wat je pakken kunt krijgen.
Ik heb het over gisteravond. Moet ik je geheugen opfrissen? Ik heb het over de sleutel van je eigen voordeur afgeven met het verzoek om alvast klaar te gaan liggen in je huis. Zo ging het toch? Hij ziet eruit of hij elk moment flauw kan vallen. Zijn gezicht is lijkbleek, zijn blik panisch. Er staan zweetdruppels op zijn voorhoofd en zijn mond zakt open. Ze haat hem. Hij herstelt zich snel, zijn mond klapt dicht en hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Ik was mezelf niet, zegt hij kalm. Ik raakte in verwarring van alle emoties. Op de een of andere manier ben ik blijkbaar nog niet aan toe. Waar ben je nog niet aan toe? Aan weer van iemand houden. Ik zou het willen, maar ik heb nog niet voldoende afstand genomen van Lenneke. Ik ben nog te kwaad. Geloof me, ik ben woest op haar en op mezelf, op mijn eigen wijze houding. Iedereen heeft me gewaarschuwd toen ik met haar trouwde. Ze was geestelijk ziek, erfelijk belast. Haar oma, haar moeder en haar tante hebben ook zelfmoord gepleegd. Ze sprak regelmatig over haar doodswens. Ze was altijd somber, snel gefrustreerd en wanhopig, maar ik negeerde het. Ik bagatelliseerde het, daarom ben ik nog steeds woest op mezelf. En gisteravond zocht ik een uitlaatklep. Een uitlaatklep. Lekker idee. Dat is het verkeerde woord, Emma. Ik bedoel het niet negatief. Sorry dat ik hiermee lastig val. Ik praat hier te weinig over. Ik vind het moeilijk om mensen te vertrouwen. Ik hoop dat je dat een beetje begrijpt. Ik begrijp steeds minder van kerels en ik ben zeker niet geïnteresseerd in de zien en roeselen van exemplaren die hem overal insteken wat beschikbaar is. Wat ben je grof, zo ken ik je niet. Ze buigt zich naar hem toe. Hun gezichten raken elkaar bijna. Misschien kun je mij ook beter niet echt leren kennen. Fluistert ze. Hij is bang, ze ziet het aan zijn ogen. Haar moeder zag ook iets in haar ogen. Dat is na vandaag verleden tijd. Je pikte mijn zusje op. Vind je ook niet dat ze op Julia Roberts lijkt? Wat een schoonheid, hè? Niet te versmaden op een gewone donderdagavond. Heb je niets herkend? Was het lekker met haar? Moet je niet snel naar huis om haar nog een veeg te geven? Ze hapt naar lucht. Je zusje, dat wist ik niet. Ik heb haar niet meer gezien, dat lieg je. Ik heb haar zelf voor je deur afgezet. Waar heb je het over? De deur van het kantoor zwiept open en Meindert komt binnen. Hij kijkt verbaasd van de een naar de ander. Hebben jullie ruzie? Edo herstelt zich snel, hij glimlacht. Ach, ruzie, beetje verschil van mening. Ik ga er vandoor. Meindert richt zich tot Emma. Je moeder belde net, ze leek me nogal opgewonden. Er was iets met je zusje, ik begreep het verhaal niet helemaal. Is ze niet thuisgekomen? Misschien kun je beter even terugbellen. Emma ziet dat Edo hoort wat Meindert zegt. Hij trekt zijn schouders in, vlak voordat hij de deur achter zich sluit. Ze heeft de neiging om hardop te lachen. Mijn moeder raakt snel in paniek, vooral als het om mijn zusje gaat. Ze heeft moeite met het idee dat haar kleine lieveling volwassen is geworden. Ze hoort hoe bitter haar woorden klinken. Ze glimlacht. Let maar niet op mij, ik heb gewoon mijn dag niet. Ik bel haar zo wel even. Meindert volgt Edo naar buiten. Emma grijpt de telefoon die op het bureau staat en toetst het nummer van haar moeder in. Ik kom naar je toe, zegt ze kalm als haar moeder zich meldt. Deel 4. Het meisje strekt haar beide armpjes naar Emma uit als ze de kamer inkomt. Emma voelt haar hart in haar borstkas bonken. Ze staart naar het kind. Ze lijkt op mij, stamelt ze. Dat zei ik toch. Haar moeder pakt het kind op en reikt het Emma aan. Ze kan niets anders doen dan het meisje aanpakken. Isha lacht naar haar. Het is een gemoedelijke en stralende lach. Een vertederende lach. Een betoverende lach. Emma voelt dat ze geëmotioneerd raakt. Het kind hapt naar haar wang. Ze wil je een kusje geven, zegt haar moeder. Emma drukt het kind tegen zich aan. Wat
lief, murmelt ze in Isha's oor. Dat zei ik toch, herhaalt haar moeder. Je moet haar leren kennen, het is een prachtig kind. En Steffi kan echt wel een oudere zus gebruiken. Is ze nog steeds niet boven water? Ik heb het telefoonnummer van Edo, bel maar eens naar zijn huis. Ik durf te wedden dat ze aanneemt. Heeft ze haar mobiel niet bij zich? Die beantwoordt ze niet. Dat ding zal wel leeg zijn. Ze let echt nergens op, volgens mij. Haar moeder is het nummer van Edo al aan het bellen. Emma ziet dat haar vingers trillen als ze de cijfers intoetst. Ze richt zich weer op Isha. Dag, mooi meisje, zegt ze. En ze voelt dat ze het meent. Het is een mooi kind. Een kind om van te houden, te koesteren, te knuffelen, om zelf te hebben. Geen gehoor, zucht haar moeder. Ik denk dat ik de politie ga bellen. De twee agenten zijn vol begrip, maar ze kunnen weinig voor hen doen. Voor iemand die vermist is, wordt niet op stellen sprongen zoektocht georganiseerd, tenzij er aantoonbaar sprake is van een levensbedreigende situatie. Pas als iemand 48 uur spoorloos is, wordt er actie ondernomen. In dit geval is dat scenario niet aan de orde. Steffi wordt niet echt vermist. Ze is gewoon nog niet thuisgekomen. Nadat ze nog geen 24 uur geleden in goede gezondheid door haar zus naar het huis van Edo is gebracht. De agent schrijft alle gegevens op. Hij probeert Emma's moeder gerust te stellen. Ze lijkt iedere minuut nerveuzer te worden. Er klopt iets niet, blijft ze herhalen. Ik weet zeker dat er iets niet klopt. Ze knuffelt onophoudelijk met Isha, die kraaiend met haar handjes in oma's gezicht slaat. Emma's vader staat te koken. Hij heeft tot nu toe weinig gezegd, maar ze kan aan zijn houding zien dat ook hij nerveus is. Als de agenten weer vertrekken, loopt Emma mee naar de deur. Er is nog iets, zegt ze, als ze naar buiten willen stappen. Ze controleert of de deur van de woonkamer goed dicht is. Het gaat over de man met wie mijn zusje gisteren heeft afgesproken. Ik ken hem, hij is huisarts en ik werk in de apotheek die de receptuur voor zijn praktijk verzorgt. Ze dempt haar stem. Hij is vreemd soms. Niet altijd. Zijn vrouw heeft 8 maanden geleden zelfmoord gepleegd. In hun huis, op zolder. Daar heeft hij tegenover ons nauwelijks op gereageerd. Terwijl hij toch vaak in de apotheek komt. Ik weet uit betrouwbare bron dat zelfs zijn vrienden het vreemd vinden. Dat hij zo kalm blijft bij dit drama. Iedereen verwerkt zulke gebeurtenissen op zijn eigen manier. Werpt de jongste agent tegen. Dat is waar, maar er is nog iets. Emma kijkt achterom of haar moeder toevallig niet achter haar is komen staan. De gang is leeg, ze aarzelt. Zeg het maar, nodigt de oudere agent haar uit. Emma kijkt hem strak aan. Ik ben afgelopen woensdag aanwezig geweest bij een euthanasiegeval. Het was een patiënte van deze dokter. Zij was een goede bekende van mij en ik was de enige aanwezige toen zij het drankje nam, waardoor ze ging overlijden. Ze nam maar een derde deel van de vloeistof. Dat was ook genoeg. De agenten luisterden opeens heel geïnteresseerd. Om kort te gaan, ik heb het flesje met de rest van de vloeistof later aan de dokter gegeven. Die moet het dan terugbrengen naar de apotheek, maar volgens mij heeft hij dat niet gedaan. Ze haalt hoorbaar adem. Dat vind ik vreemd. En ik vind die man vreemd. Hij heeft me een paar keer uitgenodigd om met hem te gaan eten. Ik ben meegegaan omdat ik hem zo zielig vond. Zo eenzaam. De laatste keer drong hij zich nogal aan me op. Toen heb ik besloten om zijn volgende uitnodiging niet meer aan te nemen. Ik heb mijn zusje gewaarschuwd. Ze was behoorlijk aangeschoten toen ze bij me kwam. En om een lift vroeg. Als ze drinkt wordt ze altijd een beetje dol. Dus ze luisterde niet. Maar dat betekent niet dat ze vreemde dingen doet. Ze heeft een kind en dat laat ze niet zomaar achter. Emma lijkt een moment diep na te denken. Dit klopt echt niet. Ik moet steeds maar aan dat flesje denken. Waar heeft hij dat gelaten?
zusje naar die dokter gebracht. Als u hem duidelijk niet vertrouwt, wil de jongste weten. Emma haalt haar schouders op. Ik was moe toen ze voor mijn deur stond. Wilde ik net naar bed gaan. Ik heb niet goed nagedacht en u kent mijn zusje niet. Als die iets in haar hoofd heeft, het is niet verstandig om direct verregaande conclusies te trekken. Stelt de oudste agent vast. Voor je het weet heb je een aanklacht wegens laster aan je broek. Rij er eerst even langs, adviseert zijn collega. En als u het dan toch niet blijft vertrouwen, belt u ons dan nog een keer. Deel 5. Emma's vader is het er niet mee eens dat ze naar Edo gaan. Hij is woest op Steffi en verkondigt dat hij haar gedrag niet langer pikt. Volgens hem is ze weer eens volkomen op hol geslagen en kan het haar geen sikkepit schelen dat haar familie in angst zit. Daar denkt ze niet eens aan, maar ze komt er wel achter wat de gevolgen zijn. Emma stelt geen vragen. Ze heeft samen met haar moeder Isha naar bed gebracht. En wacht tot haar moeder zich heeft verkleed. Ze weet uit ervaring dat ze haar vader beter niet kan tegenspreken, want dan gooit ze juist olie op het vuur. Hij houdt altijd vanzelf op met mopperen als je niet reageert. Ik heb een vreemd gevoel, zucht haar moeder, als ze de straat uitrijden. Een hopeloos gevoel, haar stem trilt. Maak je nu maar niet zo druk, probeert Emma haar gerust te stellen. Je kent haar toch. Ze denkt nergens over na. Die komt vanzelf wel weer tevoorschijn. Daar ga ik niet op zitten wachten. Ik laat me niet langer door haar gebruiken. Ik ben het zat. Emma moet moeite doen om een glimlach te onderdrukken. Ze rijden langs de auto van Steffi. Emma wijst. Ik zie het, zegt haar moeder op vlakke toon. Ze lijkt minder boos. Ze is bang. Zelf voelt ze niets. We zijn er, hier woont hij. Ook al zo afgelegen. Ik snap werkelijk niet. Daar hebben we het al eerder over gehad. Wat doe je? Haar moeder wijst naar de Mercedes die op de oprit voor het huis staat. Is dat zijn auto? Emma knikt zwijgend. Dan ga ik aanbellen. En dan wil ik weten of mijn dochter nog binnen is. En zo ja, dan ga je mee. Nee. Haar moeder stapt uit en loopt met opgeheven hoofd op het huis af. Ze belt aan. De deur gaat open en Edo verschijnt in de deuropening. Haar moeder kijkt langzaam heen de gang in. Ze praten. Edo schudt zijn hoofd. Hij kijkt naar de auto van Emma en wenkt haar. Ze blijft zitten. Hij stapt op haar af. Emma ziet dat haar moeder het huis binnen glipt. Edo ziet het ook en haalt zijn schouders op. Hij opent het portier. Wat heeft dit te betekenen, Emma? We zijn mijn zusje kwijt. En wat heb ik daarmee te maken? Ze was hier. Ze was hier niet. Dat heb ik toch al gezegd. Jij hebt wel meer gezegd wat niet klopt. Wat bedoel je daarmee? Op dat moment horen ze het. Iemand begint te gillen. Te krijsen. Edo rent naar het huis. Emma pakt haar mobiele telefoon en toetst 112 in. Ze meldt kalm haar naam en het adres waar ze zich bevindt. Hiermee wil ik de video afsluiten.